President Santoki heeft op 9 augustus een projectbord in Voorburg onthuld voor de ontwikkeling van 161 percelen als onderdeel van een groter woningbouwproject. Dit project in Kommerwijnen, gefinancierd door de Islamic Development Bank, omvat de bouw en renovatie van 3.775 woningen in Suriname. De ceremonie werd bijgewoond door lokale en internationale partners. De president benadrukte het belang van betaalbare huisvesting voor de gemeenschap. Jongeren van het Jeugdopvoedingsgesticht presenteerden op 8 augustus het curriculum voor het project Empowerment en Herstelrecht, gericht op hun resocialisatie en voorbereiding op een positieve toekomst. Dit project, ondersteund door het Openbaar Ministerie, UNICEF en socioloog Sabine de Vries, helpt jongeren bij hun herstelproces via betrokkenheid bij thema's als sociale vaardigheden en verantwoordelijkheid. Tijdens de presentatie toonden de jongeren hun groei en talenten. Het project zal worden voortgezet en verder ontwikkeld op basis van feedback van de deelnemers. Het ministerie van Economische Zaken heeft de lijst van basis- en strategische goederen voor de periode 27 juli tot 9 augustus 2024 bekendgemaakt. Op deze lijst mag een kilo uien niet duurder zijn dan 39 SAD en 30 cent. Daarnaast mag voor een kilo aardappelen niet meer dan 56 SAD en 15 cent betaald worden. Deze lijst van basis- en strategische goederen is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving worden burgers opgeroepen die te melden aan het ministerie.